Na de overwinning op de Graafschap en het gelijkspel tegen Sparta, toch twee hoogvliegers normaal gesproken in de Jupiler League, was het vertrouwen groot bij AGOVV dat op bezoek gaat bij Veendam, dat het de laatste jaren moeilijk heeft. Maar de start is goed van Veendam. Het schot van Rozema en de eerste redding is daar nodig van Hengelman. In de eerste helft is Veendam gewoon beter. Veel beter zelfs. Smelt heel makkelijk om Evers heen. Dan moet Tissing hier ruimen. Doet dat heel slecht. Lamboy pikt op. Haat de combinatie aan met Overtoom in de hele kleine ruimte. A la Barcelona. En als het Barcelona is, dan is dit Messi die hem afmaakt. Ditmaal verkleed als Hutte. En daar is de voorsprong voor Veendam. En de onvrede bij Andries Uldering. Want zijn ploeg, AGOVV, verloor hier 8 seizoenen op rij. En het dreigt nu weer mis te gaan tot dit moment. Begin tweede helft. Luis Pedro komt veel te laat. Raakt Cruz Vicente. En de straf is duidelijk. Bekenbrede. De scheidsrechter geeft direct rood voor deze inderdaad onbesuiste tackle. En dat zou dan toch het keerpunt in de wedstrijd normaal gesproken moeten zijn. Maar niets is minder waar. Want Veendam gaat brutaal door met aanvallen. Deul komt niet om zijn tegenstander heen, maar daar is Overtoom. En daar is het 2-0. Met een man minder weten ze dus toch de score uit te bouwen naar een 2-0 voorsprong. En die voorsprong houden ze vast tot aan de slotfase. Want pas dan is AGOVV wakker geschud. Komt het met Baks. En is Timmermans attent. Meegereisde supporters hopen op een slotoffensief van AGOVV. Maar dat besef komt bij de ploeg pas veel te laat. Veel te laat, want dit gebeurt er dan wel in de laatste minuut. Grote kans voor Kortzorg, maar die raakt de buitenkant van de paal. Voor het 9e seizoen op rij verliest AGOVV bij Veendam.